De Nieuwstraat is altijd al een shoppingstraat geweest. En sinds 1903 was de parel van de Nieuwstraat Aline Ovation. Het was een prachtig warenhuis in Arnouveau-stijl, ontworpen door Victor Horta. Je werd er bediend door een van de vele verkopers die er kleren verkochten, maar ook meubels en huis- en keukenartikelen. Maar dat verdween allemaal in een van de grootste naoorlogse rampen van België. Er zijn die dag in de Innovation ongeveer 1000 mensen aan het shoppen wanneer er een brand uitbreekt. En die brand verspreidt zich enorm snel. Het dodental is enorm. 251 mensen sterven die dag. En dat cijfer zo hoog ligt, daar zijn verschillende redenen voor. De winkel was een doolhof. Om naar de uitgang te gaan, moest je voorbij alle verschillende afdelingen. Waardoor tijdens de ramp mensen niet tot de uitgangen geraakten en vastzaten. Er was ook enorm veel rook. En dat kwam omdat er een centrale hal was met een glazen plafond. En dat barstte door de hitte. En zo kreeg het vuur op alle verdiepen zuurstof en stierven mensen van de verstikking. De brandweer kwam redelijk snel ter plaatse, maar het blussen van zo'n grote brand was moeilijk in die smalle Nieuwstraat. En ze weten eigenlijk nog altijd niet hoe die brand exact is kunnen ontstaan. Er zijn complottheorieën over linkse groeperingen die de brand zouden hebben aangestoken als verzet tegen de Amerikaanse week in de INO, tijdens de Vietnamoorlog. Veel mensen geloofden die theorie, maar ze hebben dat nooit kunnen bewijzen. En uiteindelijk is de officiële verklaring dat het waarschijnlijk een technische storing was in de verlichting. Uiteindelijk heeft de brand in de Innovation er wel voor gezorgd dat alle winkels hun brandveiligheidsregels moesten aanpassen, zodat zoiets nooit meer kon gebeuren. En heb jij nog een vraag over Brussel? Stel ze dan op brussel.be en dan gaan wij misschien op zoek naar het antwoord.